Je was niet echt een kroegtijger en je hield ook niet van uitgaan. Dan zat er eigenlijk maar één ding op. En dat was een contactadvertentie zetten in de krant. Ja, echt? Man zoekt man, vrouw zoekt vrouw, vrouw zoekt man, man zoekt vrouw. Dat waren geloof ik de smaken. Nee, dat bestond toen nog niet. En zo'n advertentie kostte geld, hè? Elke letter kostte geld. Dus wat deed men? Men ging afkortingen maken. En dan las je zo'n advertentie. Ja, ik niet hoor, maar... Dan las je zo'n advertentie. Dan dacht je, hè? Snap er helemaal niks meer van. Wat wordt er in godsnaam gevraagd? Daar gaat het volgende liedje over. En het heet... Oh ja, maar ik moet nog even zeggen dat dat... Liedje staat op de eerste LP van Toontje Lager. Die kennen jullie natuurlijk allemaal. Die kennen jullie allemaal, zeg maar ja. Ah, ja, ja, ja. Dat is die LP met dat blikje op het spoor. Dat bierblikje op het spoor. Lager. En dan weet je natuurlijk ook dat ik daar niet de zanger was. Hè? Dat was een andere zanger. Dat weet je natuurlijk ook, hè? Ja. Zeg maar ja. Ja, ja, ja. Kijk. Oh, die! Wat een verrassing, hè? Wat een verrassing dat je die bij je hebt. Goh, heeft hij anders nooit. Goed, een liedje over contactadvertenties. Om iemand te vinden waar je van houdt. Contactrock. Je 20 jaar zit SKM, lief eens meisje om geadeld. Gods onder, een kind geen bezoek. Een koude meteen zwemmen en je komt snel. Telefoon 20 brief. Onder nummer 4 is een dag, telefoon 20 brief. Stekker zoekt toch contact, ik zoek jou. Misschien ben jij voor mij de ideale vrouw. Kom laat van je horen en wees niet bang. Eens zal zitten wachten, duur veel te lang. Zonder flauwekul. Dus er is geen dans die maar goed gebouwd. Ik zoek niet een girl die van veel er houdt. Zullen we niet? SKM, lief en bouwig meisje, omgeving Amsterdam. God is onbelangrijk en een kind